Hij klinkt wel. En ook bij dat op- en terugschakelen laat hij gewoon elke keer zo'n hele dikke scheet. En dan geef ik gas en dan... Oh, en dan zit de politie achter me. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, Drivers Dream kijkers! Welkom in 2022. En ja, het is koud, maar we trappen meteen af met de meest aangevraagde auto van 2021. De auto die jullie altijd weer willen zien, ja, dat is die Audi, die dikke Audi Abt. Nou, hier staan ze allebei. De RS4 R, 50 stuks van gemaakt, 530 pk. En jawel, de RS6 R Abt, 125 stuks van gemaakt, 740 pk. We gaan ze allebei rijden, dus we trappen het nieuwe jaar meteen goed af. En dan staan we dan bij Robo Exclusive Cars. Had je misschien al even gezien op die kentekenhouders. Want daar staan deze twee monsters. Zowel de RS4 als de RS6 Abt. Ja, en wat is Abt dan? Nou, eigenlijk gewoon een tuner. Een tuner die gespecialiseerd is in Audi's. Ze zitten in Nederland, in Leinde en in Duitsland. Dus ze worden zowel in Nederland als Duitsland worden ze omgebouwd. En ja, wat maakt Abt dan zo Abt, zo speciaal? Nou, het fijne is van als je meestal een auto gaat tunen, dan verlies je je fabrieksgarantie. Bij Audi of bij Abt is het zo dat de garantie in het geval van dit soort auto's behouden blijft. En dat is wel zo fijn. Ook als er dus motorisch getuned wordt. Nou, voor de rest, het moet je stijl zijn. Hè? Er zitten natuurlijk wat extra spoiler en tupperware aan vast. Niet altijd even chic, vind ik zelf. Maar het is vrij populair in Nederland. Dus ja, wij gaan vandaag rijden met deze twee auto's en we trappen dus af met deze RS4. En hier is dan de sleutel die toegang geeft tot de magic button die in het midden zit. Dus het wordt tijd om te rijden. Ik ben benieuwd hoe die klinkt. Ik had hem nog niet gehoord. Ja, en hier zit dan de knop verstopt en zoals je ziet, er staat geen Audi op, maar Abt. We zetten hem even in standje dynamic, want dat klinkt wel even wat anders dan in comfort. Ja. We gaan rijden. Hoppakee. Zo. We zijn nog aan het warm rijden, maar hij heeft er zin in, de Audi. Wij ook trouwens, hè. Ja, een nieuw jaar, jongens. En ja, dit, ik zei het al bij mijn intro. Dit is de most wanted car volgens jullie dan, hè. Volgens de kijkers van Driver's Dream. Elke keer zaten in die comments, ga nou met de RS4 R en de RS6 rijden. Oké, nou dan pakken we ze toch allebei mee. En ja, dit is dus een auto van 4 jaar moet ik zeggen. Want we zijn natuurlijk in 2022 aanbeland. Dus een 4 jaar oude auto met 18.000 kilometer op de klok. En daar vragen ze voor een RS4 nog steeds 135.000 euro voor. En ja, dan heb je natuurlijk wel wat. Want het is een bijzonder beestje dit. 80 pk erbij, maar dat is natuurlijk niet alleen. Alles is aangepakt, natuurlijk het onderstel. En je merkt het echt, nu rijden we nog in comfort. En kijk, ik zet nu met Drive Select, zet ik hem weer eventjes in Dynamic. En dan merk je hoe ongelooflijk stug die meteen wordt. En dan merk je ook meteen dat, ja, dan schakelt hij terug, dan blijft hij langer in zijn versnelling hangen. Dan is het een kanon. Ja, de Audi RS4 die zag het levenslicht zo in 2002, 2001. Toen kwam de B5, zo heette dat type, op de markt. En dat is nog steeds een gruwelijk mooie auto. En inmiddels al een collectors item. Hè. Zoek maar eens zo'n eerste generatie RS4 met weinig kilometers in een goede staat. Die zijn gewoon serieus geld waard. Nou, niet alle modellen die daarna kwamen vond ik even mooi en waren ook even geliefd. En dan heb je nog de generatie B7 die een beetje zo vanaf 2007-2008 op de markt kwam. En met die lekkere, rauwe 8-cilinder had die nog. En ja, dat was nog wel bijzonder, een 8-cilinder in zo'n auto. Daarna is het allemaal weer gedowngrade. Overigens is het Abt, hè. Ik ben altijd, word ik weer gecorrigeerd. Het is ABT. Nee. Weg ermee. Het is dus Abt. De man die dit ooit begon is 125 jaar geleden alweer. Dat is al even een stukje terug. Ja, die heette gewoon Johan Abt. Johan Abt. Mijn Deutscher. Maar goed, wat is er dan zo populair aan die Abt? Want je zou zeggen, als je een dikke Audi RS hebt, dan heb je best wel iets bijzonders in handen. Nou, dat is ook zo.
Maar er zijn altijd genoeg rupsjes, nooit genoeg. Die willen weer toch nog even exclusiever. Net even weer anders. Want ja, Audi RS'en worden inmiddels ook in grote aantallen gebouwd. En met een Abt onderscheid je nu eenmaal nog even wat meer. Zo, hier aan de binnenkant is er weinig nieuws onder de zon. Tenminste, als je uitgaat van een Audi RS4. En ja, je hebt wel dat heerlijke Alcantara stuur. Maar dat kun je natuurlijk gewoon als optie ook in de Audi RS4 bestellen. Er is heel veel carbon gebruikt. Ik zei het al, hè, de startknop, daar staat Abt op. En er zit hier een mooi plaatje met RS4R. En dat het er een van 50 is, jawel. Dat zijn eigenlijk de enige plekken waarop je het echt het onderscheid ziet. En er is nog een manier waarop deze auto zich natuurlijk onderscheidt. En dat is als ik even deze drempel over ben gaan, terugschakel in dynamic stand en dan geef ik gas. Hij klinkt wel. En ook bij dat op- en terugschakelen laat hij gewoon elke keer zo'n hele dikke scheet. Dat is wel echt een kenmerk van dit soort Audi's. En ja, het is wel lachen, die plofjes. Ja, hij gaat er wel vandoor hoor. En ik denk dat er hier in Rotterdam en omstreken nu een plofkraakalarm afgaat. Want er rijdt een RS4R heel hard. Een beetje cliché natuurlijk. Maar ja, dit is de foolproof auto, hè. Vierwielaandrijving. En ja, elke gek, zelfs ik, kan er gewoon heel hard mee. Ik moet wel zeggen, hier ook in een paar scherpe bochten weer, dat zo'n RS4 qua afmetingen helemaal zo gek nog niet is. En hij geeft je, ondanks dat het toch een redelijk grote stationcar is, wel gewoon het gevoel alsof je in een compacte, kleine Audi A3 aan het stampen bent. En dat is wel knap voor een auto die, laten we eerlijk zijn, nog steeds gewoon dik 1800 kilo weegt. Hij is wel lekker sinister zo in het zwart, hè? Met natuurlijk die nogal getinte ramen en ja, hier die vier dikke Abt uitlaten. En ja, dit vind ik wel netjes gedaan zo met die diffuser. Maar ik moet wel zeggen, ja, dat is wel een beetje des Abt. Die zijkant tuning, denk, nou, dat had van mij niet gehoeven. En hetzelfde geldt natuurlijk aan de voorkant. Daar zit ook zo'n luchtrooster dat je denkt, ja, waar zit het er eigenlijk voor? Nou, puur voor de sier. Die velgen, wel weer apart, echte Abt-velgen, die springen er wel uit. En hier aan de voorkant springt hij ook wel erg in het oog. Hè? Met alles duur carbon en die mega sneeuwschuiver hieronder van carbon en Abt. Ook nog eventjes in de grill. Het ziet er wel dik uit. Het is wel op het randje hoor, vind ik. Ja, hij heeft dan wel in mijn ogen wel een iets te veel Frans-Duits gehalte. Oh nee, die rijdt McLaren geloof ik tegenwoordig. Maar ja, goed. Er zijn best wel wat blikken spinazie tegen aangegooid. En ik vind het dan een beetje, ja, niet echt chic meer. Maar goed, hou je veel van Tupperware en carbon, ja, dan is dit je ding. En er zijn er maar 50 van gebouwd. En die zijn al lang verkocht, dus wat zeur ik nou? Voilà, broer. Audi Abt, ik zeg toch, jongen. En kijk eens, hier gewoon scherpe bochten insturen en die auto doet precies wat je wil. Niks onderstuur. Is dit dan wat Abt extra toevoegt aan deze auto? Want ja, het is gewoon wel echt een fijne car. Tja, 135.000 euro voor een 4 jaar oude Audi station car. Ja, dat is wel een klap geld, mag ik wel zeggen. Maar je hebt wel met deze Abt iets unieks in handen. En als je echt een beetje Audi gek bent, ja, dan kan dit zomaar jouw ding zijn. En stel dat je nu naar Oostenrijk of Frankrijk, weet ik veel, gaat nog deze winter. Ja, dan heb je wel een lekker kanon in handen. Dan ben je in ieder geval op tijd bij de skilift. Zo, en dat was de RS4 Abt. En dan wordt het tijd voor de iets minder originele, want 75 stuks meer gebouwd, maar RS6R Abt. En ja, dat is eigenlijk waar je voor geklikt hebt, hè. Dit is de klapstuk van de veiling. Pièce de résistance, uniek ding. Dus ja, daar gaan we maar eens even mee rijden. Ja, en ook hier weer de Abt startknop. Dus even naar de sound luisteren. Ja, welkom aan boord, Drivers Dream kijkers van dit beest, de Audi RS6R Abt. We hebben natuurlijk in een eerder filmpje, zo'n half jaar geleden op Drivers Dream, met drie generaties RS6 gereden. En als je die video wil zien, nou, klik maar even hier. En helemaal aan het eind hadden we jullie beloofd, hè, dat we nog een keer met deze zouden gaan rijden. En ja, dit is wel bijzonder.
Maar toch ook weer niet zo extreem bijzonder, want er is inmiddels een nog extremere versie verschenen. Jawel, de Signature Edition van Johan Abt. 64 stuks met 800 pk. Ja, die zijn inmiddels ook stijf uitverkocht en worden op dit moment uitgeleverd. Deze, de RS6R Abt, ja, die wordt ook op dit moment nog steeds uitgeleverd. Want ja, zo'n auto helemaal ombouwen, dat kost gewoon heel veel tijd. Dus de 125 stuks zijn nog steeds in de maak. En de laatste exemplaren zullen zo begin van dit jaar worden uitgeleverd. Totaal zijn er dan in Nederland maar liefst origineel 18 geleverd. En daar zijn er nog een aantal vanuit Duitsland zo ook nog geïmporteerd. De schatting is volgens de Abt-importeur dat er zo'n 25 stuks rondrijden in Nederland. En ja, als je daar even over nadenkt, 125 stuks gebouwd, 20%. Dat is gewoon bizar veel voor zo'n klein landje als Nederland. Wat gewoon zoveel van die kanonnen heeft rondrijden. En ook hier aan boord, net als bij die RS4, weinig wat je echt doet herinneren aan het feit dat je hier in een hele speciale RS6 zit. Ja, je ziet wat plaatjes. Hier staat er dan een van 125. Daar word je wel continu aan herinnerd. Dus mocht je het vergeten zijn, ook hier staat er dan weer een van 125. Maar er staat nooit een nummer bij. Dus dat is dan wel, ze zouden ermee kunnen sjoemelen. Nou, en mocht je dan nog verder niet denken van, kijk eens in de spiegels, dan zie je dus een enorm stuk carbon weer uitsteken die er tegenaan gekit is of geplakt. En ja, dat is wel een beetje overdreven in mijn ogen. Maar ja, het zit er wel op en ja, god, het is in ieder geval dik. Nou, laten we eerlijk zijn, een standaard RS6 heeft natuurlijk 600 pk en dan ben je ook al niet echt een doetje op de Nederlandse wegen. Maar omdat het altijd meer kan, het kan altijd beter, is 740 pk nou eenmaal leuker. Merk je dat ook echt? Nou, als ik hier zo op de A4 rijd, nee, niet echt. Hij gaat wel instant gaat hij af als een raket en nu schakel ik weer even, want ik heb hem gewoon in manual staan. En dan geef ik gas en dan, oh, dan zit de politie achter me. Ja. Nou, eens kijken wat ze ervan vinden. Ik was net dat versnellingje aan het geven en kijken wat ze ervan vinden. Nou, het is Marchusee. Maar die kunnen ook boetes uitschrijven, weten wij inmiddels bij Driver's Dream. Maar ik kreeg een duimpje omhoog, soort van. Het is natuurlijk best wel een groot, zwaar, lomp bakbeest, laten we eerlijk zijn. Maar ook als je op best wel hoge snelheid nu gewoon weer instuurt, dan, ja, geeft hij je toch wel het gevoel dat het een soort, ja, nou, kwikzilverig wil ik niet zeggen, maar hij voelt echt niet zo lomp aan als hij eruit ziet. Het is een soort olifant die iets te veel Red Bull op heeft, dat hij gewoon heel erg er vandoor wil, maar zo voelt hij absoluut niet aan. Het is meer een Jaguar of een Lynx of nou een of ander snel beest wat nogal soepel beweegt. In ieder geval soepeler dan een olifant. De prijs. Zullen wij het als Hollanders, zijn we namelijk gewend, eens even over de prijs hebben. Dat is toch wel een dingetje hoor bij deze Abt-uitvoeringen. Want dit pakket kostte gewoon, hou je vast, in de BTW weliswaar en montage, 80.000 euro. Dus je koopt een RS6 van 220.000, 230.000 euro op Nederlands kenteken. Heb je de BPM afgetikt. Ja, en dan ga je nog even naar Abt. En dan ben je gewoon dik 300.000 euro kwijt voor deze getunede Audi. En ja, dan zie je dat ze ook nog in het begin dat de vraag nog veel groter was. Dus die gingen snel al overlist naar 3,5 ton voor een Audi stationcar. Goedemiddag. En nu zijn ze een beetje, de hitte is er een beetje af. En dan zie je een paar exemplaren. Er staan er nu 4 te koop in Nederland. Waaronder dus 2 bij Robel waar wij nu zijn. Ja, 270, afhankelijk van het jaartal, 280.000 euro kosten ze nog steeds. Dus dat is nog steeds niet mals. Maar vergeleken bij die Signature Edition, die Johan Abt, oké, daar is weliswaar de helft van gebouwd, net iets meer, maar goed, 64 stuks. Daar kost het pakket maar liefst 109.000 euro. Dus ja, dan ben je sowieso al 3,5 ton kwijt. Dus ja, het kan altijd nog gekker. En we hebben een tunnel, dus het is een beetje druk vandaag, maar ik ben toch wel heel benieuwd, want ik verwacht toch wel even herrie nu. Raampje open. Ik geef u de RS6 Air Abt in de tunnel. Nou, nog een keer.
ik hoor meer windgeruis dan bandengeruis. Dat kan nog wel wat beter. Ik had verwacht, maar dat heb je sowieso. Ik heb hem ook hier weer in de individuele stand staan. Dus ja, dan hoor je hem wel het luidst. En je hoort de plofjes ook wel. Maar hij is zeker niet zo luid als ik verwacht had. Ik had verwacht dat het meer gewoon een brulboei zou zijn. Zoals ik. Nee, jongen. Boah. Nee, ja. Er moet echt even nog een goede uitlaat bij. Want ik bedoel, ik merk echt wel dat hij geluid maakt. Maar ja, het is gewoon echt niet extreem of niet eens heftig. Het is gewoon normaal. Ja, het is wel een beetje een vat vol tegenstrijdigheden. Want ja, kijk, dat was net als bij die RS4, hè, van die sideblades noem ik het maar even, wat er hier opgeplakt is. Het heeft gewoon nul functie. En ja, er zit nog een roostertje, maar het koelt niks. Ja, dan hebben we dit soort velgen. Die waren overigens niet standaard, maar dat was nog een vrij pittige optie. Een vrij prijzige, ja, Aeroblade velgen noemen ze dat. Ja, met dit randje er zo op. Die kun je ook niet meer krijgen. Of een mooie is, nou, ik vond de velgen van die andere die in de showroom stond eigenlijk mooier. Dat is meer de standaard velg. En voor de rest, ja, hele dikke bodykit met superveel carbon. Hier. Ja, het staat hier wel, omdat die ook wat breder is, vind ik het wat beter staan dan bij die RS4. Ja, het contrast met dat rood, ik vind dat wat minder. Ik vind het in het zwart verdwijnt het wel echt mooi in het geheel. Ja, gewoon een hele dikke agressieve front. Staat wel goed. En ook hier weer, je kon het al van binnen zien, ja, alsof het er een beetje opgeplakt is. Carbon spiegels. En hier mocht je zelfs aan de buitenkant nog aan twijfelen of dit een RS6 apt is. 1 van 125 en hier ook aan de bovenkant en de zijkant heel veel carbon. Ja, het is een beetje in mijn ogen too much. Ik had het echt alleen met die hele dikke onderkant zo gelaten. Maar goed, het maakt het als geheel wel dat het, je weet zeker, dit is de RS6R. En ja, nogmaals, 125 stuks zijn uitverkocht. Dus vind je er een mooie, ja, tweedehands, kun je hem nog vinden. Maar voor de rest, peanut butter. Maar ik snap het wel voor voetballers bijvoorbeeld. Ja, mensen met heel veel geld die iets zich willen onderscheiden met iets. En denken, ja, wacht even, die zo'n RS6 is natuurlijk leuk. Maar als lopende bandwerk, ik wil iets bijzonders. Nou, Hakim Ziyech bijvoorbeeld, toen hij naar Chelsea ging. Het eerste wat hij deed, was deze auto kopen. Het is natuurlijk wel iets heel exclusief. Waarmee je op de parkeerplaats bij een voetbalclub als Ajax of Chelsea natuurlijk wel onderscheidt. Laten we eerlijk zijn. Overigens, dat kleurtje van deze RS6, ja, als je dat niet mooi vindt, nou, schrik niet. Hij is van origine zwart. Dit is een wrap. Net zoals volgens mij die eerste die toen in Nederland was, dat was een groene. Dat zag in mijn ogen ook niet uit, maar goed, dat was ook een wrap. Ik geloof dat die nog steeds groen is. Ik heb eigenlijk tot nu toe alleen maar echt zwarte RS6R gezien. Misschien zijn er ook origineel echt andere kleurtjes, dus niet gewrapt, maar die heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Ik wilde gewoon echt vandoor in elke versnelling. En ja, 0 tot 100, dus 3,2 seconden. Dat is 1/14 sneller dan een standaard RS6. Dus het is echt niet alleen maar optische tuning en die 140 pk. Je merkt het dus echt. Top 320 km per uur. Nou, dat verschilt dan niet zo heel veel. Maar hij is snel. Hij is gewoon echt supersnel voor zo'n dikke station. Nou, dit was de eerste video van dit jaar. En wil jij nou meer Audi RS6 apt zien? Abonneer op Driver's Dream. Hè. Word friend van de brand. Like ook even deze video. En ja, dan zie ik je gewoon weer de volgende keer. Dus bye, ciao en arrivederci.